Hallo, ik ben Wanda Klomp. Als je de oogjes gaat knippen, begin dan niet hier en daar te knippen, want daar bereik je helemaal niks mee. Het haar wat in de ogen steekt, dat zit hier en het zit hier. Dus op de neusbrug hier en hier. Dus wat je doet, je zet het haar voor de ogen. Kom je met de schaar, knip je hem recht zo naar boven. En hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je goed stevig dat kopje vast hebt. Goed stabiel. Want je kunt je voorstellen dat als hij zou bewegen, dat kan rampzalig zijn. Deze pak je vanaf de bovenkant. Wat zou ik hem zo gaan knippen? Dan kan ik in het oogje uitkomen, dat wil ik niet. Dus van bovenkant af. Kom maar, schat. Recht naar beneden. Nou gebeurt het vooral in Amerika, maar in de doedelwereld veel, dat ook dit gedeelte of zo schuin geknipt wordt, of dat het weggeschoren wordt. Wat ik niet mooi vind, want op het moment dat je dit kort maakt, dan ga je de lengte van de snuit accentueren. En in plaats van dat je dan een leuke doedel krijgt met een kort snuitje wat mooi rond is, krijg je een lange snuit, dus een soort van terrier of een spaniel snuit. Dus wat mij betreft, dit lekker laten zitten. Hoe wolliger, hoe beter. Want dat hoort een beetje bij het karaktertje. Dat maakt ze juist zo leuk. En gewoon hier knippen. En daar knippen.